waar de eerste heuvelruggen van de Vlaamse Ardennen opduiken, ligt Kruishoutem. Van een rijk verleden getuigen de 6 prachtige kastelen die de gemeente rijk is. Meer dan de helft van alle kastelen van de Vlaamse Ardennen bevinden zich in Kruishoutem. Maar Kruishoutem is meer dan kastelen alleen. Het centrum van de gemeente wordt geflankeerd door het statige gemeentehuis en de decanale Sint-Eligiuskerk. In het midden staat een beeld van de overleden kunstenaar Van der Donkt dat verwijst naar de jaarlijkse Hulden-Eifeesten. Het kasteelpark van baron Kazier verwelkomt ieder jaar 10.000 bezoekers op een jumping, dressuur en cross-country wedstrijd, een evenement met internationale befaamdheid. Bij een tweede evenement, halfweg maart, voor Kruishoutem ter gelegenheid van de concoursje Knitterwielerhek. Kruishoutem heeft ook nog 2 zeer pittoreske dorpskernen die stijlvol en met smaak gerenoveerd zijn. Het is aangenaam om er een gastronomisch ommetje te maken. De Zwaan en de Hermelijn in Wanhemlede zullen u aangenaam culinair verrassen. Verscholen achter een prachtige notelaar op Nokeredorp is tafelen in het landhuis een streling voor het oog. Om dan nog maar niet te spreken van het befaamde 3-sterrenrestaurant Het Hof van Kleve, waar dineren tot een kunst vergeven wordt. Kruishoutem herbergt ook nog een 2 uitzonderlijke musea. In het Schoenenmuseum is de grootste etnografische schoenenverzameling ter wereld gevestigd. Meer dan 2500 typisch paar schoenen uit 155 verschillende landen zijn er samengebracht. Het Europees Cartoonmuseum organiseert door het jaar door diverse thematische tentoonstellingen.